Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga jullie weer meenemen door mijn weekboodschappen. Wat ik allemaal heb gehaald aan ingrediënten en wat we deze week allemaal gaan eten. Ik ben bij de Jumbo geweest. Ik heb dit keer niet bij het Pickle Point besteld, want ik was vergeten een timeslot te reserveren. En het is nog steeds zo dat als je dat niet doet, dat het dan behoorlijk snel vol zit. Dus ik ben gewoon met mijn karretje geweest. Het ging allemaal hartstikke goed. Het was super rustig, want maandagmorgen. Wie gaat er maandagmorgen boodschappen doen? Ik heb weer lekker wat ingrediëntjes in huis gehaald. Zoals altijd staan alle recepten die ik bedacht heb onder in de beschrijving. Met even de linkjes als er een linkje is naar een receptje. Geef deze video een duimpje omhoog als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Op een of andere manier was mijn boodschappenlijstje heel klein. Maar ligt mijn aandacht toch behoorlijk vol. En ik heb niet eens zoveel extra's gehaald. Maar goed. Het was in totaal €130. 80, en dat was dan met 5 of 6 ingeleverde flessen. Dus we gaan weer beginnen met het avondeten. We eten een keertje pangasiusfilet met broccoli en krieltjes. Kinderen vinden dit altijd wel heel erg lekker. Ik weet dat kabeljauw beter zou zijn. Maar dit weet ik niet van zeker als ze het gaan opeten. De textuur vinden ze hier dan prima. Dus dat gaan we eten. Logan die heeft woensdag weer hockey. Dus dan eten we iets makkelijks. Namelijk soep met broodjes. En ik zag op Jumbo een receptje met bokworsten. Nou was dat ook met augurkjes en met zuurkool en zo. En dat gaan mijn kinderen niet eten. Dus ik dacht, dan doen we lekker wat zachte broodjes. En die snijden we van boven door midden. Doen we er zo'n worst in met wat soep. Ik heb 2 blikken gehaald. Misschien hebben we geen 2 blikken nodig. Maar dat kan dan makkelijk in de voorraadkast. En Brooke die vindt deze soep heel erg lekker. En het viel me vorige keer niet tegen hoe ze hiervan gegeten hebben. Dus die doen we ook. Overigens, dit is bijna het duurste maaltje wat we hebben. Als je de vis niet meerekent. Want ze hadden het niet meer van het Jumbo-merk. Deze hebben ze sowieso niet van het Jumbo-merk. En dan nog extra broodjes. Je moet maar eens kijken of ik gewoon zelf soep kan maken in het weekend. Dat we dan woensdag kunnen opwarmen of zo. Want het is niet echt helemaal. Dus dit is een beetje een luxe, simpel maaltje. Maar dan duur. Ja. We eten ook een keertje de kip met woknoedels en... roerwak mix en zoetzure saus. Die stond een aantal weken geleden op het programma. En toen had ik de woknoedels al gekocht. En toen was die avond mijn auto stuk gegaan. En moest Pascal al door naar turnen. Wou die kinderen gelijk eten. En die wouden eigenlijk gewoon niet meer netjes aan tafel zitten of wachten. En moest ik alleen voor mezelf eigenlijk koken. Dus dan heb ik zelf wel kip met wat woknoedels en dingetjes op. Maar die kinderen toen niet. Dus die woknoedels die heb ik nog. En kip even aanvullen. En roerwak mix, dus dat kunnen we ook eten. We eten een keertje risotto, dus dat doen we dan met garnaaltjes en courgette. En ik heb nog doperwten in de vriezer liggen. Kippenbouillon heb ik vorige week gekocht. Risotto rijst staat nog in de kast, dus dat is helemaal goed. We eten natuurlijk op zaterdag altijd friet met snacks. En van het weekend zijn de frikandellen opgegaan. Die heb ik alvast gehaald. We eten een keertje runderworstjes met gewone gekookte aardappeltjes en persieboontjes. Dat eten we zelfs vanavond. En de runderworstjes heb ik nog in de vriezer liggen en gewone aardappels liggen in de kast. En we eten een keertje biefstuk. En dat zijn er maar 2. Want dat eten we als de kinderen er niet zijn. Dat eten we op vrijdag. En dan doen we dat met aardappelkroketjes. Kan er een half zakje liggen. En dan doe ik er gewoon een maaltijd salade bij. Van een gewone salade naast doen. Dan zitten we ook wel vol. Dus dat was alles voor het avondeten. Dan hebben we nog bruiswater. Tegenwoordig vind ik dat heel erg lekker en het was helemaal op. En ik probeer een klein beetje van de Crystal Clear af te blijven zelf. Want in Crystal Clear zit ook een stofje waar je migraine van kan krijgen. En het gaat de laatste tijd heel erg goed. Maar kan wat beter. Dus ik ga wat meer dat drinken. En Pascal kan wel gewoon zijn Crystal Clear drinken. Want hij heeft daar geen last van. Voor de kinderen heb ik de Wiki gehaald. Maar dan met water. Hè? Water met smaakje. Voor naar school. Want de pakjes zijn bijna op. Moet ik zeggen, het is ook heel erg handig om even in je tas te gooien. Voor naar de hockey. Naar de zwemles. Nu wat vaker onderweg zijn. Zelfs als ik geen zin heb om drinken voor ze te maken. En ze willen naar buiten en zo. Zeg ik, neem even een pakje en dan zo. Dus die hebben we ook weer. We hebben sla voor mij. Ik heb ook nog een krop sla liggen. Ik heb wat extra gerookte zalm gehaald. En wat komkommer. Ik heb ook nog, vorige week had ik een zakje wilde zalm gehaald. Die heb ik allemaal opgebakken en die liggen in de vriezer. Dus die kan ik bij mijn salade doen. Ik heb nog kip. Hier, de helft van die kip ga ik ook gewoon opbakken voor... in salades en zo. Ik kan nog ook de eieren doen. Dus ik kan lekker saladetjes maken. We hebben siroop voor de kinderen.
Het was nu van Carvan Savings dan wel 2 voor 5 euro. Maar van Jumbo zijn ze 2,30 euro. En 2 keer 2,30 euro is 4,60 euro. Dus dat is altijd nog goedkoper als van Carvan Savings dan. En ik ga niet geloven dat mijn kinderen het verschil maken. Je hebt zelfs natuurlijk nog goedkoper de siroop. Maar ja, dit is tenminste nog 75% fruitsap. Dus hè. Weer een nieuw blokje kaas, want dat gaat altijd hard bij ons. Ik heb eventjes de kruidige boterhamworst gehaald. Klinkt misschien een beetje gek, maar hier zit geen toegevoegde suikers in. En in de gewone boterhamworst wel. En Logan heeft een periode gehad dat hij heel erg veel last had van zijn oren en oorontstekingen. En toen is ons dat aangeraden om zijn suikerintake te verminderen. En hij eet nogal veel boterhamworst de laatste tijd. Dus ik dacht, dan halen we even de suikervrije variant. Dan hebben we dat in ieder geval vast weer meegenomen. Zei ik nadat ik de siroop heb aangewezen, maar goed. Je moet ergens het verschil van maken. Dan hebben we ook nog poffertjes. Die hebben we niet voor het avondeten nodig. Maar ik dacht, ze zijn van de week 3 dagen thuis tussen de middag. Misschien is het leuk om een keertje poffertjes met ze te doen. Ik heb de chocopasta aangevuld. Want we hebben niks meer op voorraad. En de bodem komt in zicht. De jam is bijna op. Hagelslag. Wist ik niet meer of we dat nog op voorraad hadden. Dus heb ik even meegenomen. Pindakaas was de tweede voor de halve prijs. Dus heb ik even meegenomen. Dat stond wel op mijn lijstje ook. Want de pindakaasbodem komt ook in zicht. Frietsaus, want er is er eentje van het weekend opgegaan en ik kon me niet meer herinneren of ik eentje op voorraad had. Ik heb namelijk gisteren het lijstje gemaakt en dacht ik, oh, dan moet ik even controleren wat ik nog heb. En dat heb ik vanochtend niet meer gedaan, al hectiek. Dus ja. Bakboter, beter meegelegen als opgelegen denk ik dan. Dus bakboter. Appels. Cherrytomaatjes. Bloem en meel, want we waren van het weekend koekjes aan het bakken en toen zag ik dat ik geen bloem meer had. En toen dacht ik koop nu iedere keer van die kant-en-klaar pakketten, maar dat kan natuurlijk ook gewoon zelf. Dus voilà. We hebben een meloen, we hebben een tros bananen, we hebben nectarines, we hebben druiven, we hebben blauwe bessen en frambozen. Dit is overigens allemaal van de deal 3 voor 4,50. En Jumbo heeft een deal dan iedere week zijn het een beetje andere. Maar het zijn altijd druiven, groene en rode, blauwe bessen, frambozen. En de ene keer is het met appels, de andere keer is het met nectarines. De volgende keer is het met, nou ja, dat dus. Dus ik geloof dat ik de nectarines er niet bij waren. Ja, dus dan zijn we zo 3 en zo 3. Aardbeien waren 2 voor 4,50. Nou, vuilniszak hadden we nodig, die is heel interessant. En Brooke vroeg om wijngums. En dan wist ik niet welke wijngums. Dus ik dacht, deze hebben we wel vaker. Die krijgen we wel eens van een oma, een tante, iemand die langskomt die snoepjes meeneemt. Dus ik dacht, deze doen we dan. Dan kan ze zelf kiezen. En dat was het voor alle boodschappen. Dat was het voor alle boodschappen. Ik hoop dat jullie inspiratie hebben opgedaan. Wat je deze week weer allemaal op tafel kan zetten. Of wat je mee kan geven naar school. Of noem maar op. Zoals altijd staat onder in de beschrijving ons weekmenu. En eventueel ook de linkjes naar de receptjes die ik ga gebruiken. Vind je deze video zo leuk? Dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende.